Verschillende teams, zoals deze personen in een bootje, probeerden het afgesloten terrein van Nuon te bereiken. Nuon liet eerder al weten niet blij te zijn met de actie, omdat het voor gevaarlijke situaties zou zorgen. Er stond dan ook veel beveiliging en politie de demonstranten op te wachten. Uiteindelijk deden er zo'n 100 actievoerders mee.